De gevreesde rellen in het centrum van Nijmegen bleven maandag uit. Er heerste op sommige plaatsen wel een grimmige sfeer en de politie voerde meerdere arrestaties uit. Burgemeester Bruls had een noodbevel uitgegeven voor de binnenstad. Niemand mocht er zonder geldige reden zijn. Dit noodbevel werd gehandhaafd door extra politieinzet bij de toegangswegen. Enkele tientallen mensen glipten er toch langs, maar de pleinen bleven grotendeels leeg. De burgemeester ging de situatie zelf te voet bekijken en maakte een praatje met voorbijgangers.